Martijn Budding, derde vandaag. Maximaal haalbare? Ja, ik denk het wel. Ik zat op tijd bij Fabio in het wiel. En als ik beter was, dan was ik eroverheen gekomen. Maar ja, dat was niet het geval. Dus hij wint hier sterk. Ben je wel tevreden met die derde plek? Ja, we hebben alles eraan gedaan om proberen de koers hard te maken en elke keer mee te zitten. Dat hebben we goed gedaan. Maar uiteindelijk blijft alles bij elkaar en dan wordt het een sprint. En ja, dan moet ik tevreden zijn met de derde plaats en dat ben ik ook. Jullie zijn wel met 17 man natuurlijk veel groter dan de rest van de ploegen. Misschien wel aan jullie stand verplicht om te winnen. Voelt het dan toch niet meer als een verlies? Nou kijk, als we de hele wedstrijd uit ons neus hadden lopen eten, dan wel. Maar we hebben echt gestreden. Echt heel erg gestreden en overal bijgezeten, overal overtal. En ja, dat het dan samen blijft, dat is dan de rest van de peloton. En dan in de sprint, ja, dan is het gewoon proberen alles eruit te halen. En ik denk dat we dat hebben gedaan. Wat gaan jullie nu bespreken zo meteen bij de nabespreking? Ik krijg straks te horen. Ik hoop dat ik niet in mijn kop krijg. Nee, maar ik denk dat het wel goed zit. We zijn strijden ten onder gegaan, om het zo te zeggen. En we mogen wel, denk wel tevreden zijn. Maar we moeten winnen eigenlijk. Maar ja, niet gelukt. Jullie ploeg houdt op te bestaan aan het einde van het seizoen. Was er wel sprake van teambelang? Of was het toch zo dat de koppen nog eventjes de goede kant op moesten om wel allemaal voor elkaar te rijden? Nee, ik denk wel dat we allemaal voor elkaar wat over hebben. En allemaal wel voor elkaar willen opofferen. Natuurlijk wil iedereen zich nou in de kijker rijden, daar zit je nu wel mee. Maar we hebben gewoon goed samengewerkt en goed elkaar opgevangen. Dus nee, er was geen sprake van. Is het aan jou ook de taak om hier in de kijker te rijden? Ja, dat denk ik wel. Ik ben al derdejaars. Ik heb wel geluk dat ik hierna nog een jaar heb. Maar natuurlijk wil ik me in de kijker rijden voor de grote ploegen, uiteraard. En wat is dan het volgende niveau wat jij ambieert? Prof, natuurlijk. Ja, de wildtour. Dat lijkt me heel mooi om daar volgend jaar in te rijden. Al zou een jaar investeren bij de belofte ook niet slecht zijn. Maar ja, dat is, als er een wildtour ploeg komt, dan zeg je natuurlijk geen nee. Dankjewel, Martijn.